Hallo kijkers van Watch Jagger, welkom bij deze nieuwe video op het kanaal van Watch Jagger. Het heeft maar liefst een jaar geduurd, ja. Misschien iets te lang, want ja, we zijn ook eigenlijk geëindigd met The Lord of the Rings, maar er is in de tussentijd niet heel veel gebeurd. Althans, niet op mijn kanaal, maar wel op de server. En misschien zoals jullie kunnen zien, zien jullie dat ik hier in een mooi setje van The Realm of Gondor rondloop. En ja, wat houdt dat nou in? Nou, als jullie een beetje achter mij kijken, dan zien jullie een heel groot mooi fort staan. Dat fort heb ik samen met Jelle, oftewel Hondrix, ik weet niet of jullie die kennen, waarschijnlijk wel, van de Magnos. Die heeft samen met mij dit fortje toen ontworpen. Ik moet wel zeggen dat Jelle net wat meer heeft gedaan dan ik. Maar ik heb in ieder geval de laatste vormgeving eraan gegeven, zodat het hier op de server kan staan. Ik vind hem super tof geworden. We hebben hem hier ook echt in een Gondoriaanse versie neergezet. Met allemaal Gondor brick. Numenorian brick. Het is een beetje gewoon de stijl van Gondor. We zitten hier, als jullie kijken op de map, bij Amondine. Wellicht kennen jullie de locatie van de film. Dat zeg maar de beacons worden geactiveerd. Nou, iedereen kent dat wel. Return of the King. The beacons are lit. The beacons of Minas Tirith are lit. Gondor calls for aid. En op dat moment wordt dus zeg maar een beacon in de fik gezet. Nou ga ik jullie zeggen, die beacon die staat hier op de top van het fort. En dan denk je van, hé, die film die heb ik natuurlijk ook gezien. Maar dat was geen fort daar. Dat was gewoon eigenlijk een simpel bergje hout dat in de fik is gezet. Nou, wij hebben ervoor gekozen om hier onze survival base neer te zetten. En ik ben eigenlijk op zoek naar mensen die met mij mee willen doen aan een project om lekker Gondor een groot land te kunnen maken. We zoeken namelijk survivalaars, mensen die de mod kennen, die mij nog zelfs dingen kunnen bijleren om, ja, om eigenlijk gewoon Gondor te versterken. We mogen tot nu toe volgens mij 8 mensen, misschien iets meer. En we zijn met z'n drieën, dus ik zoek eigenlijk nog 5 mensen. Hoe kan je nou eigenlijk op de server komen? Je moet eventjes in de beschrijving gaan klikken op de Discord link. En als jullie op de Discord komen, dan kun je natuurlijk gewoon lekker meedoen. Moet je wel even de regels lezen. En ondertussen kan je dan gewoon jezelf aanmelden voor een land. Je hoeft niet per se in Gondor, er zijn ook heel veel andere factions. Als je kijkt op de map, dan zie je dat er wel wat mensen zijn bij de Iron Hills. Zit hier iemand, er zit hier iemand bij de Woodland Realm. Ook al moet ik zeggen dat dat niet in bezit is op dit moment. Er zien mensen in Dunland. Volgens mij zoekt Vebas nog mensen en er zijn hier mensen aan het bouwen in het water. De Blue Mountains is tegenwoordig een hele grote faction, maar volgens mij is Rohan ook nog wel op zoek naar mensen. En ja, die willen natuurlijk mijn ally worden. Goed, we kijken nog even naar het fort. Wat een topgozer is die Jelle zegt. Dat hij dat gewoon samen met mij heeft gedaan. Ik vlieg even naar binnen, want ik wil niet alle inner defenses laten zien. Zoals jullie kunnen zien, ja, ik kan er een beetje weggaan. Hopelijk, ja, hij laat al uit. Dit is het fort. De server staat eventjes op een kleine range. Dat komt omdat er heel veel nieuwe gebieden moeten worden ingeladen. Dus ja, op het moment dat zeg maar heel veel mensen gaan spelen en natuurlijk ook een beetje de map verkend wordt, dan kan die radius weer wat hoger. Wat hopelijk niet heel lang duurt, want ja, jullie gaan natuurlijk ook op deze server spelen als jij van de Lord of the Rings mod houdt. Zo niet, ja, dan ben je wel een beetje raar. Maar dat weet ik niet. Nou, kijk eens, wat een vet kasteel. Hier staat Jens. Jens is waarschijnlijk wel bekend van de resource pack van Kingdom. Oftewel de Kingdom resource pack. Hallo Jens, goedendag. Fijn je te ontmoeten dat jij ook hier in Gondor zit. Nee, even zonder dolle. Jens die helpt ons een beetje mee met het instellen van de server. Want wij zijn niet heel erg slim qua plugin dingetjes en zo. Er zit wel een beetje een custom iets in. Maar Jens doet gewoon in zijn vrije tijd als hij denkt van, nou, ik wil even lekker op de server helpen. Dan komt hij hier gewoon bij. En ik ben wel blij, want ik heb Jens al een lange tijd niet gezien. En ik vind het wel gezellig als hij meedoet. Nou, we gaan even lekker hier naar binnen. We gaan even zo, huppakee, met de sneltrein naar beneden. Nou, of was het nou gewoon een valluik? Ja, ik weet het niet. We gaan hier in onze opslag rondlopen. En dan moet je kijken. Wauw, wat een opslag, mensen. Dit is gewoon de opslag van Gondor. En volgens mij willen jullie samen met mij deze glimmende aanbeeldjes wel even gaan vervuilen met om scherpere zwaarden te maken. Ik weet het niet. Misschien wil je dat wel, misschien niet. Misschien wil je helemaal niet op de server spelen. Maar ik ben eigenlijk wel op zoek naar jou. Of misschien een hele goede vriend van jou. Of iemand die denkt van, oh, ik heb eigenlijk wel zin in Lord of the Rings. Wie weet. Ik hoop dat in ieder geval de server tot langer vol gaat houden dan de vorige keren. Want de vorige keer toen was zeg maar de server gelaunched. En toen waren er wat ingewikkeldheden, maar ja, het is nu al wel weer een beetje verholpen. En ik wil eigenlijk met deze video aanduiden dat we weer begonnen zijn. Dus ja,
wellicht meer video's binnenkort op het kanaal. Ik ga niks beloven. Het moet maar net uitvallen. Of uitkomen. En wie weet, komt er dan misschien nog wel binnenkort een hele leuke Condor video op dit kanaal. Ik ga niks beloven. Maar ik ga wel jullie beloven dat jullie lekker op deze server kunnen spelen. Dus kom op de Discord. Doe een duimpje omhoog op deze video. En laat natuurlijk even weten of jij Condor wilt gaan versterken. Dan zie ik jou in de volgende video op Watch Jagger. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.